Goedemorgen jongens, we zijn vandaag weer terug in Los Angeles zoals jullie gisteren hadden gezien. We zijn nu in de ontbijt diner van Danny's en de eerste beverages zijn al geschonken. Het ziet er dus zo uit, het is echt een typisch Amerikaanse diner, slash lunchroom en ontbijt. Sophie, shout-out naar jou, ik ben blij dat je de vlogs leuk vindt en ik doe mijn best om op zo consistent mogelijk de vlogs te uploaden. Het kan zijn dat de aankomende twee dagen, misschien de derde dag wordt geüpload, omdat wij natuurlijk in een plek verblijven waar mogelijk zou zijn dat er geen wifi of goede wifi verbinding zou kunnen zijn. Dus dan kan het misschien een dagje uitlopen, maar ik beloof dat ik altijd van twee dagen een vlog zou uploaden. Dus de volgende verblijf wordt een hostel. En ik voor als jullie niet weten wat een hostel is. Een hostel is een goedkope overnachtingsverblijf. Maar dit is speciaal bedoeld voor studenten die rondreizen of eventueel studeren in Los Angeles. Of diegene die heel echt strakke budget is gekocht. Dit is mijn ontbijt. Ik heb de All American Slam, de Amerikaanse superhap. En Jing heeft wat lichters genomen. Spiegelei met wat ham en een worst. En een beetje bacon. En ik, wat is dit trouwens? Nu zie je hem. En nu niet meer. Het is alsof ik in een film ben, jongens. Het is echt een Amerikaanse scenery. Het is echt perfect. Het voelt echt goed om even weg te zijn. Woe! Je raadt nooit waar ik nu ben. Ja, we zijn nog steeds in Los Angeles, maar we zijn bovenop op de bergen van Beverly Hills. Damn! Uitzicht is echt te gek, jongen. Dat is niet normaal. Ik voel me af en toe een beetje schuldig dat ik de camera omdraai, dat jullie mijn gezicht alweer zien. Maar mag parkeren, maar ik heb geen parkeerschijf of zo, of geen vergunning. Maar hoe kunnen ze dat controleren? Dus als iemand het weet van jullie, laat het me even weten, want ik ben toch wel nieuwsgierig hoe dat werkt. Ik ben het meest relaxte man in LA nu. Of hij dan? Die is iets relaxter, maar ik ben ook best wel relaxed. Jongens, we zijn nu we zijn vlakbij de Hollywood Lake. Ik zou echt een moord doen om hier te kunnen wonen. Niet letterlijk natuurlijk, maar je begrijpt me. Kiklikie. Maar ja man, de wegen hier, oh. Perfect. Voor de autoliefhebbers, je hebt zoveel hairpins hier, oh. En ja, echt heel gaaf. Super gaaf om te doen. En dat is de Griffith Observatory van dichtbij. Het ziet er chic uit. Ik ben sprakeloos, jongens. Alweer. En dan kunnen jullie tegen mij zeggen, oh Michel, je bent helemaal niks gewend, maar dit is echt, echt dope. Ja, en wat grappig ook om te weten is, als je in ruimte bent, dan zou je eigenlijk denken dat je dan geen gewicht meer hebt en dat je zeg maar kan zweven. Maar je ziet eigenlijk hoe snel de aarde eigenlijk beweegt. Het is eigenlijk, als je in de ruimte bent, dat je zweeft, is dat je eigenlijk eindeloos valt. Is omdat de aarde, omdat je met de aarde zeg maar meedraait. Dus wij staan zeg maar op de aarde en we merken daar niks van. Dat is zeg maar de drukkracht wat ons naar beneden haalt. En als je in de lucht bent, dan ben je eigenlijk eindeloos aan het vallen. Het kan zijn dat ik iets verkeerd zeg. Mocht er nou iets zijn dat ik iets verkeerds heb gezegd, zet het alsjeblieft in de comments. Het is niet dat je gewicht zeg maar kwijt bent, maar het is eigenlijk dat je eindeloos valt. Kortom. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh! Oh my gosh! Nou jongens, dit is iets wat ik echt totaal niet snap van de Amerikaanse stoplichtsystemen. Als het rood is, moet je stoppen, dat is logisch. Maar als het groen is, dan is het aan de overkant ook groen. Dus dat betekent
dat die, voor, of die tegenliggers van mij die rechtdoor gaan, die kunnen dus rijden. Ik kan niet rijden, omdat ik dan moet wachten totdat ik voorrang heb. Elke keer als het groen is, kunnen er twee auto's als het druk is, zoals nu. Dan kunnen er twee auto's doorheen. Amerika, fix your shit. Ja, ik ben niet heel erg up-to-date met de bekende mensen, dus... waarschijnlijk is 95% van de mensen die ik niet ken, die staan allemaal op de grond. Hollywood staat er ook bekend omdat ze heel veel straatartiesten hebben. Er zijn echt twee handjes vol van dat soort straatartiesten. In één boardwalk, dus dat is echt wel heel, heel, heel vet, jongens. Nou jongens, de echte Amerikaanse burger en zo. Het ziet er echt super chill uit. Wel ongezond. En ongezonde dingen zijn altijd lekker. Brownie. Freaking hard. Yes. Nou jongens, dit is de speciale de Chinese theater, wat zij dat noemen in het Amerikaans of in het Engels. Het is de Chinese theater, dit is een wereldberoemde van Los Angeles. In ons geval is het ook weer Hollywood. En ja man, het ziet er indrukwekkend uit. Het ziet er eigenlijk groter uit dan wat ik eigenlijk verwacht had. Maar ja, dit is het dus jongens. So guys, I'm going to do this in English right now because I'm in a room full of guys that only talks English. So this is the end of day 5, I think. And I'll see you guys tomorrow in another vlog. And say bye guys. Bye. How? Goedemorgen jongens, we zijn vandaag vroeg vertrokken, we waren 8 uur al op. Ik ga even snel ontbijten en onze dingetjes doen die we moesten doen. We zijn vandaag onderweg naar Venice Beach. Jammer dat het weer vandaag niet echt heel lekker meewerkt. Maar het is een beetje bewolkt en aan de andere kant, je hebt daar ook Muscle Beach. En daar wil ik heel graag langs en dat is voor mij zeg maar... iets om zeker te doen en om zeker te zien. Ze zijn aangekomen op Venice Beach. Je kan hier fietsen huren en zo. En dat is best wel dope, want het kutte is dat ik mijn GoPro vergeet ben in de auto. Dus ik moet in de auto, sorry. Volgens mij vinden jullie die montages van filmpjes in combinatie met muziek dat jullie dat wel oké vinden. Dus ik ga dat vaker doen. Waar ik naar zocht, Muscle Beach. Dit is de meest beroemde buitenplek om te gaan trainen. Het is hier veel drukker dan op de boardwalk, maar dit is dus de echte originele boardwalk van hout. Als je hier loopt, dan het lijkt alsof je dan op een scène staat van de welbekende Jersey Shore. We zijn net aangekomen bij San Pedro, maar dit is de strand van San Pedro. En ja man. Nou, schijnbaar zijn er ratelslangen hier in de buurt, dus geef ze afstand en respecteer de slangen. Wat? Ik weet dat er echt behoorlijk veel wind staat. Ik probeer zoveel mogelijk te parkeren. Maar dit is echt niet normaal hoor. Echt. Ik zie het hier ook. Maar dit is de Santa Catalina eiland. En deze eiland die staat 200 voet boven het zeeniveau. Waar zijn we nu? We zijn nu ongeveer zuiden van San Pedro. Ik weet het niet waar we zijn precies. Dit is take 2. We weten gewoon niet meer waar we zijn. Stop. Zeg dat maar stop, joh. Dit is de Fu Chao restaurant waar Jackie Chan en Chris Tucker ooit in Rush Hour 1 gefilmd hebben. En dat is hem. Vlog jongens, sorry, echt waar.
Maar het is weer helemaal losgebarst hier al. Ik heb dat bord bijna niet opgegeten. Maar het is best lekker. En ik raad het jullie zeker aan als jullie bijvoorbeeld in Amerika zijn om langs deze... Als jullie een Jackie Chan fan zijn, dat jullie hier sowieso even langskomen. Want het is echt een heel zachte prijs. Want dit heeft bij elkaar... we hebben het niet eens opgegeven. Chiang heeft nog niet eens de helft opgegeven. En ik heb net de helft opgegeven. Het is bij elkaar nog geen eens $20. Dus ja, ik zou het nemen. No, it's okay. Nou jongens, ik weet niet of jullie het kunnen zien waar ik ben, maar we noemen dit eigenlijk een verblijf, wat wij hostels noemen. En ik heb dus nieuwe mensen leren kennen, leuke en dope mensen. De vlog ga ik nu editen. Een paar vrienden van mij willen even gedag zeggen. Hallo! Oké, ik zie je de volgende vlog weer. Ciao!